Wat is het verschil tussen een omgeving en een organisatie op het Evenminning platform? We zijn hier op dit moment op een weliswaar koude, maar prachtige Sanlandse Heuvelrug. Een hele mooie omgeving. En in deze mooie omgeving zijn natuurlijk ook een aantal organisaties, locaties waar je normaal gesproken bij mooi weer op een terrasje kan zitten of binnen genieten van een hapje en een drankje. Op het Evenbinding platform vragen we je ook om een omgeving aan te maken en daar dan vervolgens je organisaties aan toe te voegen. Zo kun je gewoon per organisatie kiezen of je van daaruit een e-factuur wilt versturen of ontvangen. Best wel logisch dus. Tot de volgende vraag.